Het is vandaag 21 mei en ik neem jullie vandaag mee kort naar Fantasy Fest. En ik heb mijn fietssleutel nog in mijn hand, want zo het zonnetje gaat ineens schijnen. Want ik ben in dit kostuum op de fiets gegaan. Dat was interessant. Mijn fiets matcht wel met mijn broek. Wow, die lijkt nu in het licht heel fel rood. Dat is hij niet echt. En wellicht denk je, op de fiets. Maar Fantasy Fest is voor mij echt thuiswedstrijd en aan te fietsen. Maar het fietsen was wel interessant, want ik kwam onderweg kinderen tegen. Ik ging roepen, oh, kijk papa, een piraat. Oké, guys, het is vandaag. Sociaal gemakkelijk. Oké, guys, ik ben nu even op Fantasy Fest. Bij een rondje aan het lopen wat spullen te kopen. Ik ben in een momentje, geen Irma, geen Rick, no friends. Met main reason geld uitgeven. En ik doe mijn best om wat te vloggen, maar het zal niet zo'n hele bijzondere dag zijn. Meer shopdag. Dus ik zou ook wat kraampjes jullie laten zien, dat je een beetje een idee hebt hoe dat hier is. Verder en ik zit op de fiets, lekker bepakt en bezakt om... Oh nee, een auto. Oh, ik moet niet vloggen midden op de weg. Oh. Oké, we staan op de stoep en gaan dit even opnieuw proberen. We zijn, derde keer. 2,5 uur verder, 2 uur iets verder. En ik sta op het punt om naar huis te gaan. Ik blijf nooit zo lang bij Fantasy Fest, gewoon even lekker winkeltjes kijken. Ik kan me voorstellen als je met een groep gaat en je gaat muziekjes en dansjes doen, dat je het wel langer volhoudt. Maar ik wilde gewoon even kort. Dus dat was Fantasy Fest. Ik ga dadelijk wel nog even thuis mijn aankoopjes laten zien. Nu tijd om weer te fietsen. Leuke uitdaging. Hallo, toen was ik ineens weer op de plek waar jullie me bijna altijd zien. Ik heb snel die pruik naar achteren geklipt, want het haar hing heel de tijd in mijn ogen en het werd een beetje vervelend. Die pruik is leuk, maar hij is echt poefie. Ik dacht, ik laat jullie nog eventjes mijn aankopen zien van Fantasy Fest. Ik heb niet super veel gekocht, maar wel wat leuke dingetjes. Als eerst had ik al laten zien dat ik die fles mede had gekocht. Valentijns mede met vanille en kerstsmaak. Maar dit is dus een cadeautje, al zou ik hem heel graag zelf opdrinken, want echt, oh, ik heb het daar geproefd en het is echt...
echt heel lekker. Dan zou 13-jarige ik echt gillen om deze aankoop. Sterker nog, ik wilde dit altijd, maar ik kocht het nooit. Had het nooit. En dat zijn deze handjes op haarspelden. Even context, ik ga binnenkort naar een concert. En ik kleedde me vroeger altijd heel erg Sink It emo. En ik heb samen met vriendinnen afgesproken om weer te gaan zoals we ons vroeger kleden. Dus leuke haarklipjes. Dan weet ik niet of ik deze misschien al in de video had laten zien. Maar ik heb deze ring gekocht. En deze is voor een buitencosplay, daarom dat ik hem omhield. En ja, het is een soort resin met een rood bloemetje erin. En ik vond het gewoon een heel leuk matchen bij mijn rode broek. Ik heb helaas geen andere dingen kunnen vinden voor mijn pirate kostuum. Dat was de voornaamste reden dat ik als pirate ging. Maar goed, in ieder geval één ring verder. Dan heb ik bij Merlin's Beard twee toverdrankjes gekocht. En dat is een webshop, ook Instagram pagina, die zelf handgemaakt potions maakt. De eerste is deze. Niet echt een potion, maar een potion bottle. Het Pick Me Puffer. En ik vind dit echt, echt adorable. Er zit er ook echt, ja, een soort fur in wat lijkt op dat roze van een Pick Me Puff. En aan de bovenkant zit een wax seal met de way van de Weasley's Chokeshop. Ik vind deze echt adorable. Ik ga deze een heel leuk plekje in mijn schap geven. En deze was, als ik het me goed herinner, 15 euro. Wat ik niet duur vind voor zo'n handgemaakte potion. Bij diezelfde shop ook nog deze. Het is een toverdrankje waarin op staat Happy Birthday Harry. Natuurlijk geïnspireerd op die taart, die cake die Hagrid dan gemaakt heeft. En dan staat er ook ondergeschreven in heel slecht Engels dat het van Hagrid komt. Ik vind deze echt super schattig. Deze gaat een heel mooi plekje krijgen bij mijn Hagrid hoekje. Die je net niet kan zien helaas. En deze was 25 euro. Ietsje duurder, maar ook een wat grotere potion. En dan kreeg ik van de shop deze tote bag. Die ze volgens mij normaal voor 15 verkopen. Of 10, als ik het me goed herinner. Kreeg ik gratis. En ik ben hier heel blij mee. Want oh my god, het is een Severus Snape tote bag met Always, Defense Against the Dark Arts, Sex Sempra. Gewoon allemaal Snape gerelateerde dingen. En ik houd echt van die tote bags. Ik heb ze standaard in mijn tas zitten voor als ik dingen koop dat ik het daarin kwijt kan. Helemaal blij. En dat waren mijn aankoopjes al. Ik heb echt heel de tijd de neiging om de Jack Sparrow beweging te maken. Dat rennetje. Een geslaagd middagje weg met wat leuke dingetjes en even lekker op uit geweest. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Niet echt een super lange vlog, maar in ieder geval een beetje een sfeerimpressie. Dan ga ik de video beëindigen. Mijn cosplay uit, want het is echt, echt heel warm. En dan zie ik jullie volgende week weer met een andere nerdy, geeky, gaming, Harry Potter, whatever video. Doei!